Zo, het is nu maandagmorgen. Het is nog geen 7:30. Ik ben weer klaar voor een nieuw avontuur. Het is per slotverrekening nu de tijd van de grote, maar vooral de dikke vissen. Dus het zou mooi zijn als het weer gebeurt, maar gewoon blijven kijken. Je ziet vanzelf. En lekker snel de eerste weer. Een hele grote. Voor een neefjes, denk ik. Nou, ja, lekker hoor. Zo snel alweer. Toch een visje van 71, zo'n beetje. Ging net iets te snel om het goed te zien. Ik denk een baars of zo. Nee, het is niet baars. Nee. Prachtige kleur, mannetje. Thank you.
geen hele grote. Maar... valt zelfs tegen. Maar hij deed als een hele grote, zeg maar. Er staat nog wel een felle stroom in. Daar heeft hij wel profijt van. Eindelijk een iets mooier. Hè? Geen monster. Maar... 80. Mooi wat. Twee of drie keer gepakt en uiteindelijk moet hij er dan toch aan geloven. Ja, wat denk je ervan, jongen? En nummer 4, weer een 80er. Ik denk dat hij iets groter is dan de vorige. Ja, dat is 84. Nou ja, tot nu toe de grootste, maar er zit een stijgende lijn in, zullen we maar zeggen. Het is een vrouwtje, want het is een hele dikke en hij heeft nog niet gepaaid. Of zij heeft nog niet gepaaid.
En een grote. Oh, dat is een meter zijn. Nee, zeker een meter. Hele sterke. Ja, dat is erin. Een meter zes.
nummer 6. En daar is die. Iets verkeerd aan. Denk ik. Nee, toch een klein zonbaasje. Ik dacht even dat ik een vis verkeerd gehaald had. Dat is beter. Het is geen grote, maar het is fijn als er af en toe een blijft hangen, want ik denk dat deze misschien wel 5 keer al gebeten heeft. Ja, dat was weer genieten vandaag. Het begon vanmorgen knap fris met bewolkt weer. Af en toe een buitje, flinke wind erop. Het was niet echt lekker. Maar zo rond de middag brak de lucht open, de zon kwam erbij. Het is wel knap blijven waaien, maar dan is het toch gelijk een heel stuk aangenamer. En ja, dus lekker gevist met 5 snoeken, 2 snoekbaarsjes. En nog wat lossers. 1 meter 6 erbij, die nog niet afgepaaid was. Fantastisch, super blij mee. En ja, die heeft wel gezorgd voor een nieuwe uitdaging. Want die 1 meter 6 was mijn 37e meter dit seizoen. En ik had er vorig seizoen over het hele seizoen 33. Maar daarmee komt wel de 40 steeds dichterbij. En, ja, je kan dat natuurlijk niet afdwingen, maar ik ga in ieder geval mijn best doen om te proberen dat te halen. Want dat zou natuurlijk super zijn. Dus ja, ik kan maar 1 ding zeggen. En ik zeg het wel eens vaker. Gewoon blijven kijken. Dan ga je het vanzelf zien.